Ja, we zijn bezig, hè? Zijn we bezig? Ja. Moet je... Een beetje zwaar, hè? Ja, ja. Tegen de lens praten? Ja, tuurlijk. Dag iedereen, dag iedereen. Wacht, we gaan er aan beginnen. Dus, eerst, punt 1. Je zet je fles op de toog. Je neemt dan weer de hals vast. En draait hem rond. Wat is heel belangrijk terwijl ik draai? Handcontact. Fles heeft handcontact. Nogmaals. Neem hem vast. Draai hem rond. En voilà. Je laat hem zakken tot aan de hals. Hè? Wat doe je dan? Zwier je hem achteruit. Je hebt hem zo vast. Ga je hem zo doen. Hè? Dan. Goed kijken. Nee. Je laat hem door je hand glijden. En je smijt hem weg. En neemt hem zo vast. Dat is truc 1. We hebben er nog één. Stel voor dat uw fles in de koeler zit. Neem je hem bij de hals. Draai hem rond. Met de andere hand vast. En hup. Weer op zak. Hup. 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 Voilà. Ziet ze? Dat is nog een trucje. Gewoon louter voor de show. Louter voor de show. Nu, ik heb nog één. Eentje nemen. Wat kunt je nog doen? Neem je fles zo vast, en je beker zo vast en je fles open. Wat doet je? Je zwaait je fles onder je arm en legt hem in een beker. Natuurlijk, bij deze staat je een beetje met je been te dansen op een aardig muziekje. Wat doe je dan? Je zwaait hem terug eronder en je gooit hem op je schouder. Voilà. Dat is één. Je hebt er dan nog één. Je neemt de beker vast in de hand. In de hand. Neem je hem zo vast. Zo vast is allemaal gelijk. Je neemt de fles bij de hals. Wat doet je? Je zwaait hem rond je hoofd. En steekt hem vast tussen nek, hoofd en schouder. En je laat hem in je beker gaan. Voilà. Dus nog een keer. Staat klaar. Zwaai hem rond u. Vast tussen schouder en hoofd. En laat hem in de beker lopen. Voilà. Bij deze kunt je daar al een stevig paardje van maken. Alsjeblieft. Merci.